Er wordt wel eens gezegd dat de koloniale geschiedenis tot het verleden behoort. Maar geschiedenis is onderdeel van ons heden en onze toekomst. Kijk maar naar de Nederlandse straatnaamborden. Hier in Utrecht is de Jan Pieterszoon Coenstraat, vernoemd naar de VOC-generaal, ook bekend als de slachter van Banda. Omdat hij op de Banda-eilanden in Indonesië meer dan 10.000 bewoners heeft afgeslacht om Nederlands handelsmonopolie af te dwingen. Het is tijd voor de Prins Diponegorostraat, de zoon van de sultan van Yogyakarta die als vrijheidsstrijder vocht tegen Nederlands koloniale onderdrukking. We staan hier in de Afrikanerwijk in Amsterdam. De Afrikaners waren Nederlandse kolonisten die het apartheidsregime in stand hielden en prominent verdedigden. Het apartheidsregime is dan wel beëindigd, maar systematisch geweld tegen zwarte mensen gaat nog altijd door in binnen- en in buitenland. Daarom plaatsen wij hier de Tony Holterstraat. Tony Holter werd in 2020 door agenten in elkaar geslagen en gedood in Zwolle. Geen van de agenten is ooit hiervoor vervolgd. Hier in het cultureel centrum van Rotterdam is de bekende Witte de Witstraat, vernoemd naar Witte Cornelisszoon de Wit, een vice-admiraal voor de VOC en WIC die in Indonesië en Brazilië het verzet tegen het Nederlands koloniaal bewind de kop indrukte. Is het niet tijd voor de Witte Onschuldstraat? Een term bedacht door emeritus professor Gloria Wekker om juist die ontkenning in Nederland over ons koloniaal verleden en institutioneel racisme te benoemen. Hier staan we in het zogenaamde Zeeheldenkwartier aan de Piet Heijnstraat in Den Haag. Vernoemd naar commandant en admiraal Piet Pieterszoon Heijn. Een zeeheld. Waarom? Omdat hij een Spaanse zilvervloot beroofde om een kolonie te stichten in Brazilië. En zo'n misdadiger noemen we een held. Wij denken dat herstelbetalingenstraat toepasselijker is. Wij willen officiële excuses van staten en bedrijven verantwoordelijk voor deze koloniale roofzucht. Wij willen reparaties voor eeuwenlange geweld, onderdrukking en exploitatie van gekoloniseerde volkeren en tot slaafgemaakte mensen. Zo kun je nog elke dag zien en lezen gewoon op straat. Kolonialisme behoort nog lang niet tot het verleden. Voormalig gekoloniseerde gebieden worden nog altijd uitgebuit. Racistische karikaturen worden nog altijd opgevoerd als nationale cultuur. Nog altijd discrimineren bedrijven en overheidsinstanties zoals de Belastingdienst en de politie die disproportioneel geweld toepassen op mensen van kleur en zwarte mensen. We hebben een cultuuromslag nodig. We hebben een politieke omslag nodig. Helpen jullie mij een nieuwe geschiedenis te schrijven? Om samen het verleden onder ogen te zien. Zo maken wij een nieuwe gezamenlijke toekomst mogelijk. Voor ons allen bijeen.